Kerstman, jongens, we zijn weer in Genesis. En het is taai. Ik heb trouwens mijn dolfijnen ondertussen overvast, een scoortje en nog wat andere dingetjes gedaan. Dus dat loopt nu allemaal. Ik had al baby, but baby suck. Yes, baby wordt trash. Trash baby. Oké, jongens. Ik wil even wat sensatie. Ga ik met flappen de kale rit? Misschien wel. Of ga ik gewoon tp'en? Ja, dat is even een goede vraag. Ach joh, once you go full flapper, you can never go back, toch? That's what they say. Yeah, no fuel. Daar heb ik ook zoveel elementen bij trouwens. Let's go. Jimmy! Is er niet. Oké, dan gaan we eens even kijken. Hey, wie is er? Hey, my brother. Hey. Dat is een bordje. Babbidi bordje. Check. Oh man, mijn ogen. Ik ben ga, jongens. Check 8962. Jotunheim retarget. Oh. Oké, maar dan moet ik naar Fjordur. Alright. Kan ik daar vliegen met... Nee, hè? Oké, dan moet ik even flappen de kale rit hier laten. Oh, dan moet ik even met een Maywing, denk ik, dan naartoe gaan. Of een Desmo. 8962 Jotunheim retarget. Oké. Wow, dit is... Oké, nou ben ik even apropos. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen, man? Hey, kunnen jullie gewoon even allemaal uploaden, of niet? Ja, fuck, jullie zijn hier toch perfect. Ik heb geen kit bij niks, maar... Prima. Kunnen jullie wel gewoon allemaal uploaden? Kijk even of hier nog zadeltjes liggen. Denk het niet. Nee, lijkt er niet op. Ga ik dan nu gewoon... ja, ik moet eerst scouten natuurlijk. Ik moet eerst even scouten. Goed, dan doen we dat wel eerst. Wat waren de koorts? Ik ben het vergeten. Wat waren de koorts? Wat waren de koorts? 89, 62, 62, 62, 62, 62. Okidoki, daar ben ik. Hallo, hallo, hey, hi, hey. Hallo. Zou ik jou meenemen? Maar ja, waarom niet? In principe kan het wel. In principe, that's all possible. Yes. Ik moet Fenrir nog steeds verslaan, man. Holy shit. Trophy artifacts. Oh, heb ik zoveel artifacts en trophies. Hey, wat is dit ook? Oh ja, dit is van Bela en alles. En Jamie, ikzelf, Isildur. Ah, oké. Okay. Alright, ik ga met Desmo. Aibo. Aibo. Aibo-chan. Zo. Dan gaan we even naar... 8962 was het toch? Let's go. 8962. Even kijken. Oh ja, dat is echt heel erg chill ook met... Fjordur in een andere realm. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt tragisch altijd, jongen. 89, dus dan moet ik naar het zuiden. Ik zou zeggen dat het hier is. Ik weet niet hoe hoog, hoe laag, of dat het echt hier is, maar dit zouden de... Aha, ja. Dat hoor ik allemaal. Noobmaster 69. So here you are. Ah ja, Desmo kan niks hebben, man. Daarvoor moet ik echt even oppassen, want die is echt instant neergebeamd. Eén gekke turret en ik ben gewoon weg. Zo is hij hier bezig met een fopje. Oh, wacht eens. Dit is een ceiling cap, oké. Okay. Maar hier staat niks. Er is wel hier al een vault gedropt volgens mij op een... Ja, er is een flinke vault gedropt op een generator. Dat zijn een paar turrets, oké, okay, check. Je hebt je cave damage, toch? Of niet? Oh, dat zijn heel veel metal fence supports. Daar zijn allemaal stego breeds. En geleveld, dus een raid stego's, of niet? Ja, niet allemaal, een paar wel. Oké, okay, ja, het nadeel is... Dit dak... Maar aan de andere kant met cave damage. Kun je best wel goed vegen volgens mij hoor. Ja, best wel prima. Oké, okay, nee, ik kan hier echt redelijk klaar hoor. Dus stel ik... Oh, stel ik gooi daar een cryopod in. Dat kan makkelijk als het goed is. Moet ik hier even staan? Oeh. Oké. Ja, maar de kans is nog makkelijk. Kan je misschien wel via die angle zelfs. Ik weet niet of je daar kan staan daarop nog. En dan is het gewoon rennen, beuken, stampen, toch? Nou, volgens mij wel, man. Dit lijkt me best easy. Ik zie daar ook... de gen. De gen zit daar. Daaronder sowieso. Dan is die wel daarachter. Maar is dit het dan ook? Ik kan hem niet hitten. Oké, okay, het is vooral heel vervelend terrein, maar je doet wel echt lijpe damage door die cave damage. Misschien is dat zelfs de betere route hier, oh. Dan ben je meteen bij de Jenny. En hij heeft daar volgens mij geen turrets. Dus dan ga ik het hier gewoon klaren. Drop ik hier mijn cryo, ga ik het gewoon klaren en lopen. Snap je wat ik bedoel? Dat is best wel goed te doen. Kan ik hier staan? Met tech boots sowieso.
Ja, man. Ik heb nu geen spullen bij, maar dat kan prima. Ik denk ook dat ik hier geen eens echt veel van nodig heb. Mijn steken moet hier alleen vooral niet van afvallen. Oeh, dan ga ik neer. Nou ga ik neer. Ai. Oh ja, maar dit is goed. Dit is prima. Laten we dit doen. Oeh, die stego's. We gaan via die angle. Hij heeft wel veel spam geplaatst. Dus ik moet gewoon even teleporters in de buurt zetten vooral. Goed dat ik hele zieke stego's heb. Alleen, ik ga wel even mijn oude garde gebruiken. Ik ga niet liegen. Ik wil wel echt de hardinators gebruiken. Misschien ook één hardinator gebruiken, oké? Eentje. Gewoon even voor de ultieme test. Dat vind ik verder ook niet per se leuk dat het hier staat. Ik sloop die Jenny gewoon even. Zodat er niet opeens iets kan gebeuren. Oké, daar gaan we. Heb ik een transmitter bij? Nee, hè? Oeh, dat zou perfect zijn. Oeh, als ik hier bedjes neer kon leggen, dat zou perfect zijn. Dan kan ik gewoon direct hierop tp'en. Kan ik sleeping bag maken of bed? Thatch wood, hide. Oké, alleen nog even hide hebben. Laag level alsjeblieft. Ja, kom maar hier met je hide. Tik. Tik. Oké, sleeping bags zijn paraat. Oké, power steps. Baba ding, bada boom. Teleportertje. Doe maar. Zo, dat is allemaal weer zooi die ik nodig heb. Rocket launcher met broebier. Repair even vooral de chest pieces. Heb ik hier nog wat moois? Ah, hier zijn allemaal chest pieces. Jong, ik heb zat. Oh, ik heb zoveel, jong. Allemaal van die raids nog, damn. Ik hoop eigenlijk vooral dat ik daar kan raiden zonder weerstand. Ik weet dat ik er niet per se vanuit moet gaan, maar ik ga dat wel doen. Oké, wat moet ik dan hebben? Want ik kan daar spannen. Dan heb ik eigenlijk een teleporter nodig en een Jenny. En dan kan ik op en neer kachelen. En dan kan ik ook de rest doen. Ja, en dan nog wat foundations natuurlijk. En een turretje kan eigenlijk nooit kwaad, hè? Eigenlijk niet. Turretje of 6. Zo. En ik denk dat jij nog batteries hebt. Voor de rest, ja, ik zou dus mijn Rex erin kunnen gooien. En dan gewoon even heel snel die zooi klaren. Wat zou ik kunnen doen? Oké, dan heb ik mijn Desmo, dan heb ik mijn Rex en een Cryo. En dan moet ik even een... Die Heidi doe ik even een Cryo. En ik denk Shadow Main, man. Gewoon even zo'n high level Shadow Main, dat moet ik ook even hebben. Dat is normaal gesproken alles wat ik nodig zou hebben, denk ik. Zo heb ik die nog in de Ally Base in de kluis zitten, die... Shadow Main, nee! Oh nee, sleeping bag, ik denk deze. Al zijn het er geen 6. Ik denk deze, het moet haast wel. Ja, proberen. Ik hoop dat dit goed is. Oh, dit is goed, perfect. Het is wel allemaal too close to enemy foundation. Op zich ook wel logisch, want hij zit hier ook. Om meteen, eigenlijk. Ja, kan ik dit klaar? Moet ik dit klaren? Boeit niet zo heel veel, toch? Ik zal even bedenken dat ik hier geen standaard tech heb. Hoppa, erin. Alright, check. Too close to enemy foundational gate. Dat is zo irritant. Too close. Hoop ik dat hij net... Volgens mij powert hij hem net wel of net niet? Volgens mij net wel. Ja, net wel. Oké, perfect. Zo, die main, die pomp ik even vol met de loot. Oké, dan hebben we nu alles. Ik denk dat ik eerst maar eens even dicht ga doen. Even plek maken. Juist. Maak plaats. Oké, daar gaan we. Lekker vegen, jongens. Ik weet niet of dit efficiënter is dan de boog, maar... We doen het er maar gewoon even mee. Nou, ik denk dat de boog efficiënter is, als ik heel eerlijk ben. Dit doet natuurlijk veel meer damage op tech. Wacht. Ah, dit doet damage. Hele mooie damage. Hele mooie damage. Oké, wat is de status hier? Ja, ik moet dit pad nemen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik weet alleen niet of ik dit allemaal efficiënt op kan blazen. Want nu gaan ze de dingen wel echt uit de lucht schieten ook, zeg maar.
Als het goed is in ieder geval. Tenminste, ik hoor al kogels. Kijken of we nog geen goede raket in kunnen janken. Juist. Lekker man, stego klaarzetten en gaan, gast. En daarna gewoon Shadow. Als de weg vrij is, dan Shadow mee erin. Jee. Heidi. Oh, Heidi 9. Oké, mijn broeders, het is tijd. Morgen gaan we verder met deze raid. En ik hoop dat die dan meteen lukt. Thanks voor het kijken vandaag weer. Tijd voor actie, man. Laten we knallen. Knallen, jongen.